komen in deze nieuwe video aan Polestar. Wij gaan straks gaan shoppen. We gaan straks nog eens kijken. Het budget is €50, dus dat gaan we ook proberen ons aan te houden. Dus ik had wel gisteren heel veel leuke dingen te zien. Die hebben jullie gisteren al in de vlog gezien. Maar mensen die dat niet gezien hebben, kunnen die vlog ook terugkijken. Dus ik ga gewoon op mijn gemak eens kijken wat ze eigenlijk allemaal hebben. Zo is het dat één setje, vond ik wel heel mooi. Dus ik denk wel dat ik dat ga halen al. Ja, je gaat vanzelf wel zien wat ik meeneem en wat niet. En je komt er vanzelf wel achter. Voor we naar de winkel gaan, ben ik nog even naar de Bellygas aan het kijken. Dat doe ik altijd eerst. En dan vertrekken we naar de winkel. De winkel is om 8 tot 8 uur open, dus we hebben tijd genoeg. We zijn helemaal klaar om te vertrekken. Dus alles in de rugzak steken natuurlijk. En dan kunnen we straks gaan vertrekken naar het shopping. Waarschijnlijk heb ik ook wel heel fancy, dus dat is ook altijd heel cool. Dat was gisteren ook zo, dus dat was echt heel leuk om met heel fancy op de foto te gaan. Eens kijken of we nog stro hebben, hooi hebben voor het konijn, want we gaan volgende week op vakantie. Dan gaan we op kamp. Dat we het bakje goed kunnen. Ah, we hebben nog hooi genoeg. Perfect. Dus dan kunnen we dat doen. En dan moet ik ook nog eens kijken op het einde van de week voor eten, want ja. Komt iemand, Jana komt eten geven aan de konijntjes, aan de konijn en de poes. Dus dat moet ook in orde zijn. Dat we dat ook allemaal hebben. Dus daar loopt onze poes te huizen. Ja, we gaan wel filmen op kamp. Dat is de bedoeling. We gaan zien hoe dat het gaat lopen om te filmen op kamp. We gaan bekijken, want dat doe ik altijd een hele week. En ik heb nog nooit een hele week met de camera gevlogd, ook omdat jij zit normaal zit dezelfde dag op computer en zo'n ding allemaal, maar ik heb dus echt geen goesting om mijn computer ook nog mee te pakken en zo'n ding allemaal. Dus we gaan bekijken of wij in totaal of dat gaat lukken om een vlog te maken. Dus ja. Dus dit is het geworden. Dus en nu gaan we richting iets anders kijken nog en eens vragen wat het kost om een haar te ontkleuren. In de winkel voor de ontkleuring en we gaan eens kijken wat ze allemaal hebben. Hebben ze me aangeraden voor erop te doen? Dat zijn die zakjes voor het ontkleuren. Dus twee moest ik er hebben. Ik ben €15,30 13 kwijt, dus dat valt goed mee. Eigenlijk van prijs. Ja, dat ben ik. Ja. Zeg maar even voor. Ja, dat mag jij, dat mag jij. Is geen probleem. Thanks, man. Daar zie ik me echt goed van. Ja, dan stuur ze zeker door of gewoon post ervan op Instagram of op Facebook, dan zie je die ook. Dankjewel, dat is graag gedaan. Je ziet hier komen mensen tegen, dat is altijd zo. Dus we hebben hier nog heel veel dingetjes. Like deze vind ik ook wel mooi. Deze, dat is mijn maat. Ik heb echt een kindermaat mensen, dus vind ik ook wel mooi. Deze hebben we al. Deze hebben we al gehad, dus dat is wel mooi eigenlijk. Wat ik hier niet allemaal ga kopen, dus staat hier. Dus het gaat hij allemaal kopen. Dus en drinken, echt even. We drinken en toepen. Dus even doen met een bakje. Zo, echt van alles gekocht. Ook dat je sterker zit en ook daar. Hier. Hij heeft zich juist gezet aan die afdaling. De karken zo. Als we die loslaten, is dat karken weg. Ja, dat mag. Dankjewel. We worden heel vaak herkend, dus dat is wel leuk eigenlijk. Ik heb mooi meegenomen eigenlijk. Hè. Nu heb je speciaal zijn jas aan om meer plaats te creëren. Ik heb geen onderbroek. Dit is wat hij allemaal heeft. We zijn nu aan het kijken wat we kunnen halen voor aan te doen. Het moet niet duur zijn, het moet gewoon ja, goed zijn. Mooi zijn. Dus daar gaan we eens naar kijken. Zo'n dingetjes vind ik ook altijd heel mooi om aan te doen. Zo van de dingetjes. Dus, het scheelt dat je het niet moet aan, omdat je weet wat de maat is. Dus dat scheelt ook wel een pak. Dit vond ik ook, hebben we gisteren aangedaan. Dat vond ik ook wel mooi. Dus, zo'n stofjes vind ik ook wel cool om aan te doen.
30% korting. Maar mijn maat is er niet. Misschien online, dan kan ik eens kijken, maar dat is wel spijtig. Kijk, dus dit is wat is mooi te zien, maar mijn maat is er niet in. Dus deze vond ik wel iets hebben, maar mijn maat is er niet in. Dus dat vind ik wel spijtig. Maar dat is wel wat geweest eigenlijk. Dus ik heb niets aan doen. Zo, we hebben alles bekeken en gedaan. We hebben één setje gekocht, we hebben de rest nog niet gekocht. Ik heb nog niet veel gevonden, maar ik vond jullie dit een leuke video. Zeker duim omhoog, niet abonneren en dankjewel aan alle fans die mij op de foto zijn gegaan. Vond ik super plezant.